Ja, die radicale feministen die wij waren allemaal jonge vrouwen die gestudeerd hadden en die werk wilden en ook wel werk vonden. Maar dan in 1973 heb je de grote oliecrisis en het begin van de economische crisis. En toen bleek dat vooral vrouwen daar het slachtoffer van werden. Dat is zo'n beetje de context, denk ik, waarin dat wij heel erg nadachten over het belang van werk voor vrouwen. Niet zozeer omdat je moet gaan werken, niet zozeer vanuit de plicht, maar vanuit de idee. Dan heb je een eigen inkomen, dan ben je zelfstandig, dan staat je op je eigen benen. En dat is eigenlijk toch wel een basis om te kunnen je leven in te richten zoals je het wil inrichten, waar toch een essentieel element is van die feministische idee. En wij hadden echt wel schrik dat vrouwen massaal terug naar huis zouden gestuurd worden, terwijl dat iets anders gebeurd is. In feite heeft men in de loop van de jaren 70 en dan vooral in de jaren 80 vooral deeltijdwerk ingevoerd, dat nog altijd voornamelijk een vrouwenaangelegenheid is, waarbij dat toch nog altijd die verschillende positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt hebt. En waarbij vrouwen dus nog altijd opdraaien voor de combinatie werk en gezin. En dat is iets waar wij tegen in wilden gaan doen. En waar ik denk dat het feminisme nog altijd in moet tegen gaan.